hier even een filmpje van stormschade in gemeente Venlo, stadsdeel Boekend, achter Blerik. Daar heb ik een plek gevonden waar het meer lijkt dat er een zwakke tornado hier overheen getrokken is. Want hier liggen de bomen en een andere kant om. En als ik een stukje verder doorloop, daar achter liggen de bomen aan een andere kant om. Tegenovergestelde richting. Wat duidt dat er een draaibeweging plaatsgevonden moet hebben. En als ik hier de schade inventariseer, denk ik dat we hier een zwakke tornado uit de categorie F0 gehad hebben. Mogelijk een F1. Maar er zijn ook bomen afgeknapt, alsof het een lucifers een stokje is geweest van een lucifer. Maar die bomen daar, die liggen in een andere richting. Wat kan duiden op een draaibeweging? En daar, die boom, van hier liggen ze het andersom. En dat lijkt net of die in het gekken is. En die kan eigenlijk nauwelijks schade. Dus dan denk ik dat die hoogst zich alweer teruggetrokken heeft. Maar dit duidt meer op een windhoos, tornado, dan op valwinden. Want ze hier precies schuins, wat de tegenovergestelde richting in een spiegelbeeld liggen als hier. Wat kan duiden op een draaibeweging. Heel merkwaardig, heel vreemd. Er zijn dus ook echt bomen af. Sommige bomen die zijn echt helemaal gebogen. Die zijn helemaal. En andere bomen die zijn afgeknapt. Dit is een lucifers stokje. Hier moeten dus enorme krachten aan het werk zijn geweest. En geen 110 km per uur. Nee, veel meer.